Medaille is op het EK schaatsen voor Nederland, voor Irene Wüst en voor Sven Kramer. Erg verrassend is het niet, maar toch had Kramer het nog wel even lastig. En konijnen op de hindernisbaan voor een wedstrijdje konijnspringen. Goed dat je kijkt naar het Jeugdjournaal van zondag 11 januari. Een heel andere sport dan. Konijnspringen. Heb jij daar ooit van gehoord? Nou, er worden al wereldkampioenschappen in georganiseerd. Maar in Nederland is de sport nog niet heel erg bekend. Ik heb nooit iets gezien met konijnen dat hierop lijkt. Bij konijnhoppen klimmen en springen konijnen over een hindernisbaan samen met hun baasje. Op een dierenshow in Assen lieten de Happy Hoppers uit Arnhem zien hoe het werkt. Elk weekend dan train ik met konijnen. Ja, en dat is eigenlijk best wel veel, ja, voordat ze echt goed springen. Om mee te mogen doen moet de gezondheid van het konijn zijn gecheckt. En het dier moet hoog kunnen springen. Krijg je nou voor elkaar dat hij steeds hoger gaat springen? Door te trainen, ja. Steeds maar weer? Ja, ja. En ja, je hebt bijvoorbeeld 2 latjes. En dan probeer je steeds hoger. De konijnen herkennen de hindernissen. Maar dat gaat door de drukte niet altijd goed. Er was er ook eentje net, een heel kleintje. Nou, dat sprong daar over die hele hoge, helemaal heen. En die dikkert, nou, die gooide 5 balken eraf. Ik vind het leuk omdat je de konijn ook, ja, het plezier kan gunnen. Dat ze ook niet alleen maar in het hokje hoeven te zitten, maar ook gewoon buiten kunnen lopen. En ja, ze hebben er heel veel plezier aan. Ja, dat vind ik leuk om te zien. Ja, dit is echt de klapper van de dag. Ja, en op onze site staat een stelling over dit onderwerp. Sporten met huisdieren is leuk. En de meeste stemmers zijn het daarmee eens.